Begin april is Zorgzuster Noordoost-Brabant, een innovatieve dochteronderneming van Brabantzorg, van start gegaan. Marieke Zimmerman, wat is Zorgzuster Noordoost-Brabant voor een onderneming? Zorgzuster Noordoost-Brabant faciliteert ZZP'ers in de zorg in hun ondernemerschap. Dat wil zeggen dat wij voor de ZZP'ers, dat kunnen verpleegkundigen zijn, verzorgenden, maar ook huishoudelijke hulpen, op zoek gaan naar zorgvragers in de thuissituatie. Dus wij matchen een ZZP'er met iemand die thuis zorg nodig heeft. Daarnaast verzorgen wij voor de ZZP'er de facturatie en administratie, maar ook marketingdiensten. En we bieden ze ook bijvoorbeeld scholing, zodat ze zich altijd optimaal kunnen blijven ontwikkelen. Moeten deze mensen al ZZP'er zijn of kunnen die ook worden? Er kunnen zeker ook mensen zich aanmelden die ZZP'er willen worden. Dan bieden wij ook een startpakket. Dat wil zeggen dat wij ze helpen bij het opstarten van hun onderneming. Wij helpen ze bij het inschrijven bij de Kamer van Koophandel en zorgen ervoor dat ze alle nodige verklaringen kunnen aanvragen. Welke zorg kan Zorgzuster verlenen? Wij verlenen in principe allerlei soorten zorg die plaatsvinden in de thuissituatie. Dat kan zijn een uurzorg per dag, maar ook meerdere uren achter elkaar, 12 uur, 24 uur, maar ook bijvoorbeeld nachtzorg. En waar we ons met name op richten is de terminale zorg. Maar dit gaat dus ook van huishoudelijke hulp tot verpleegkundige ondersteuning? Ja, iedere discipline is aanwezig. Het kan ook zijn dat een verpleegkundige naast haar verpleegkundige taken ook het huishouden doet. En daarmee voorkomen we ook dat er meerdere mensen bij iemand over de vloer komen, maar is dat gewoon één vertrouwd iemand. Want wat zijn nog meer voordelen van Zorgzuster? Andere voordelen zijn dat wij ervoor zorgen dat de zorgvrager altijd eigen regie in handen houdt. Dat houdt in dat de zorgvrager zelf kiest wie bij hem of haar zorg komt verlenen. Dat doen we door middel van een persoonlijk kennismakingsgesprek, zodat de zorgvrager en de zorgverlener bewust voor elkaar kiezen. Dus dan houdt de zorgvrager regie wie er bij hem of haar over de vloer komt. Maar ook bepaalt de zorgvrager op welk moment de zorgverlener komt, op welk tijdstip en voor welk tarief. Dus alle wensen worden in principe op maat geleverd? Juist, ja. Wie komt er in aanmerking voor hulp van Zorgzuster? Iedereen die in de thuissituatie zorg nodig heeft. Kinderen, ouderen, noem maar op. In principe iedere doelgroep. Dit wordt vaak betaald vanuit een PGB of eigen financiering. Mocht iemand nog geen PGB hebben, kan Zorgzuster ook ondersteunen in het aanvragen daarvan. Zorgzuster Noordoost-Brabant maakt deel uit van de landelijke zorgzusterformule. Wat houdt deze formule in? Deze formule is bedacht in Zeeland in 2010. Daar is Zorgzuster onderdeel van de regionale thuiszorginstelling. Landelijk toonden andere instellingen ook interesse in deze succesvolle formule. En daardoor is bijvoorbeeld hier in Noordoost-Brabant Brabantzorg ook de moederinstelling geworden van Zorgzuster. Wij verwachten dat er eind 2013 dan ook landelijke dekking zal zijn. Wat inhoudt dat in iedere regio Nederland een zorgzustervestiging actief zal zijn. Noordoost-Brabant is gestart in april. Hoe is het tot nu toe gegaan en waar wil u naartoe groeien? Wij zijn inderdaad gestart in april. Toen hebben wij ons gericht op de werving van ZZP'ers. Inmiddels zijn er bijna 50 ZZP'ers bij Zorgzuster Noordoost-Brabant ingeschreven. Daardoor kunnen wij nu ook actief de zorgvragen gaan aannemen. En wij verwachten eind van het jaar richting de 70 ZZP'ers te groeien. En deze ook daadwerkelijk allemaal te kunnen inzetten voor zorg in de regio. Kijkers die meer informatie willen, waar kunnen zij terecht? Kijkers kunnen terecht op onze website, dat is www.zorgzusternoordoostbrabant.nl.